is alweer kei laat. We lopen hier bij een winkelboulevard. Rashida wou heel graag van die rolgordijnen. Zit ze al heel lang om te zeuren. Nou heb ik eindelijk tijd. Dan gaat ze zo mee. Zie je? Gezellig, hè? Dit is echt gezellig. Moeder en dochter. Gezellig. Ik vind het zo grappig. Pijltjes overal. Ze hebben hele leuke dingen. Alleen Rashida wil heel snel weer thuis zijn. Dus we moeten heel snel zijn. Dat vind ik wel. We zijn bij bureaus. Ik kan hier zulke leuke ideeën op doen. Alleen ik kom er niet aan toe. Om ze werkelijkheid ervan te maken. Hè, Rashida? Rashida is echt chagrijnig. Ze is bang dat ze niet op tijd thuis komt. En naar de vriendin nog even kan. Nou, als jij nou eens wist waar ze lagen, waren dus we wel wat sneller. Niks. Wat zeg je? Dus we lopen hier in de gras voor niks. Ja, ik weet niet voor ja, ja, als je nou die pijltjes volgt, dan. Kijk, dan loopt ze weer sneller, sneller, sneller. Ik zie van alles wat ik mee wil nemen. Doe even rustig. Gisteren was het nog kei gezellig, kei veel gelachen. En vandaag heb je dan zo'n dag. Dat Rashida chagrijnig is. Oh, ik vind de keukens super vet. Zijn hier. Ik knal bijna tegen een karretje aan. Nou, normaal hadden ze hele leuke keukens showrooms. Ik zie ze nu nergens. Nou. Stoelen en tafels. Oh, ik kom zo meteen bij bedden. Dat vind ik wel heel leuk. Even te gaan liggen. Even op een bed zo. Wat? Mag ik niet liggen? Jongens, ik kan het dan. Oké. Sam, kom eens kijken hoe vroeg. Heerlijk dit. Ik kan zo gaan slapen. Oh, dat vind ik wel leuk. Kijk eens. Zijn ze weg? Kijk. Oh, hier. Een keuken. Kijk, zoiets hebben wij nodig. Zo. Met zo'n dingen in het midden. Hoe noem je dat? Een kookeiland. Ja. Kijk, ik heb hier de kookplaat. Die hoort wat groter te zijn. Ik vind het zo leuk. Nou, kom. Gaan we gauw verder. Want Rashida heeft haast. Ja, Rashida? Ik zie hier hele leuke dingen. Maar niet echt geweldige slaapkamers. Alles is maar strak, strak. Alsof men er niet meer van houdt om van die hele mooie slaapkamers te hebben. Daar heb ik trouwens ook niet, daar niet van. Hier de kinderen. Kijk. Kom, we moeten doorlopen. Dat is een bed. Ik wou eigenlijk ook een spiegel halen. Ja, dat doen we maar een ander keertje. Dat doen we maar een ander keertje. Doe even Rashida na. Moet je hier lopen? Even inhalen. Vlug.
Kijk, zo'n lange. Ik, ja. Zo'n kleintje is goed genoeg. Vind ik. Ze hebben hier ook een hele grote. Dan zie je, die is niet duur, hè? Nee, die is echt niet duur. Voor zo'n groot spiegel. Dat is in mijn kamer komt. Of in mijn kamer. Nee, als of in ik zo... iedere kamer. Ja, nee, gewoon, gewoon in de gang of zo. Gewoon in mijn kamer? In de, gewoon in de gang bij de deur. Ja. Gewoon tegenover de deur zo. Ja, dat vind ik ook wel een leuke spiegel. Alleen een beetje te zwaar. Kijk, ze hebben hier nog meer hele lange spiegels. Zoals deze. Is toch goed genoeg? Als je gewoon heel... Hou nou eens je mond. Dan krijgen we nog klappen hier. Ah, dat zie je dan mee. Oh ja. Mag ik deze? Ik wil die grote, dan kan ik die gewoon langs. Kijken, laat het zien. Dan zie je er wel een knuffeltje. Oh, leuk. Echt leuk. Ik wil deze. Kom. Ja, daar vind je wel echt te oud voor, hoor. Jongen, je bent nooit te oud. Ik ook niet. Zou ik wel een knuffel willen hebben. Wel een grotere. Waar is ze nou? Ik zei, ik wil ook wel een knuffel. Alleen dan een grotere. Ga dan op zoek naar een man. Echt typisch dat je dat antwoordt, hè? Ga maar op zoek naar een man. Ja, man, wij zijn niet nodig. Ja. Jij blijft nog spelen. Geeft ze mij de schuld. Zij blijft spelen. Mijn kinderen gaan zo mooi. We hebben hier ook een restaurant. En ik kan het gewoon niet laten om hier binnen te komen en dan niet te gaan eten. Alles maar gewoon een salade net als deze. Best wel lekkere salade, gezond. Kom je ook weinig van aan. Dus... Dag, laat ik dat maar eventjes nemen. Maar Rashida die heeft... die loopt al weg. Waarom loop je nou weg? Je gaat haar horentje vullen. Met ijs. Je kunt hier zelf ijs vullen. Nou ja, wij gaan in ieder geval heerlijk genieten van de salade. En... Maar ik zie daar van een ijsje. Ik moet echt van de ijs afblijven. Maar dat is zo verleidelijk. Hier is hij maar 50 cent. Zo'n soft ijsje met een horentje. En ik denk niet dat ik die verleiding aan kan. En dan hebben ze nog appelflappen, snoep. Wat je zelf kan opscheppen, noem maar op. Echt zoveel lekkernijen. Ik vind dat zo lekker allemaal. En ze hebben hotdogs. Ik moet echt stoppen met eten. Te veel eten. Dat moet ik echt doen. Nou ja, ik ga even genieten. Nou, het was heerlijk. Dat ik er zelfs van moet gaan boeren. En opeens heeft Rashida helemaal geen haast. Hè, Rashida? Geef haar een ijsje en ze heeft helemaal geen haast. Ze hoeft ook helemaal niet meer. Vlug, vlug naar de vriendin. Eerst was ze allemaal, Chirop, rennen. Je mag dit niet zien, je mag dat niet zien. Geef haar een ijsje en ze is stil. Misschien. En nou moet ze zelfs naar de wc, zegt ze. Kom, gaan we naar de wc. Maar jij hebt mijn ijshoortje met, want ik dacht een keertje voor. Je kunt je dus zelf ijs vullen. En als je dat... Die heeft haar ijshoorntje nog. Daar ruikt ze alleen maar aan. En echt gewoon... Ja, een heel klein beetje van de bovenkant heeft ze opgegeten. Maar beneden, bij de uitgang...
kun je dus, staat nog zo'n machine. En daar kun je dus ook ijs kopen. Zo'n horentje koop je dan en die kun je dan gaan vullen. En Regina die wil die horentje bewaren. En ze zegt dat ze hem gaat vullen. Ik ben benieuwd. Ga je het echt durven? Wow, want ik heb hier geen twee keer mijn ijs gevuld, toch? Ja, cola weet ik wel, maar ijs, ik ben benieuwd. Dat kan niet. Ik ga denk ik wel een ijsje pakken dadelijk. Beneden. Maar ik pak dadelijk wel een kommetje op. Oh, een plastic beker of zo, die ding liggen. Volgende keer eigen horentjes meenemen. Snap jij van die grote net als een Er zit nog allemaal eten tussen mijn tanden. Ja, tenminste, nee, dat gevoel. Begint ze weer. Nee. Lekker? Niet zo lekker. Kom, we gaan. Want anders gaan ze dadelijk sluiten. Ze sluiten al over een half uur. En ik wil nog wel het een en ander zien en meenemen. Ik heb een hele lijstje. Ik schrijf altijd mijn boodschappenlijst. Altijd. Hé, die dienblad moet mee, hè? Ja, echt. Ik werk in de tegenvolle zaken met een pomp. Ja. Ja, ik heb daar nou zeggen, ja. Ja, doe even pakken. Ben niet voor niks mijn dochter, hè? Nee. Dat is toch asociaal? We werken hier. Hou vast. Ik ga hem zelf pakken. Ik heb teken. Ik doe altijd mijn boodschappen lijstje op mijn hand schrijven. Want dan raak ik hem zeker niet kwijt. En als ik dan in de winkel ben, dan spiek ik gewoon op mijn hand. En als één hand niet genoeg is, dan doe ik ook een andere hand vol kliederen. Ja. Ziet. Ze is echt gek. Rashida sport echt. We hebben geen ijs genomen, maar wel wat anders. Het is een hotdog met... heel veel saus en bakjes om dadelijk te vullen met een of andere iets nieuws. Ik heb het nooit geproefd, dus ik ben benieuwd. Nou, daar gaat hij dan. Druk op de knop. Zet hij omhoog. Moet dat zo? Nee hoor, ik ben even aan het filmen. Oh. We kunnen je wel helpen hoor. Dank. En daar is hij dan. Nou, Rashida, kan je mij helpen met de saus? Doe maar framboos. Eet niet zoveel. Tal met geld in de. Ziet er wel lekker uit. Met de vork eten, want de lepeltjes hadden ze niet binnengekregen. En lukt het, Rashida? Hij is wel lekker, hij is echt lekker. Hij smaakt naar yoghurt. Ik vind hem lekker, echt. Lekker. Ik ben weer thuis en ben inmiddels alweer home alone. Want Ridda die was al met vrienden buiten en Rashida die is naar een nichtje een paar straten verder. Ze kon niet meer naar een vriendin. Maar ja, is ook niet gek dat we langer blijven in zo'n winkel. Omdat die gigantisch groot is en ook nog eens ijs willen eten. En nog eens, wat was dat? Yoghurt-ijs was dat laatste. Maar ja, dat hebben ze nieuw en dat had ik nog niet uitgeprobeerd. Dus, en ze ziet dat trouwens ook niet. Zij zat heel de tijd, ja, ik wil dat. Dus ik denk, ja, dan ga ik het ook uitproberen. En voor mij is het tijd voor een heerlijke glas met melk, honing en kaneel. Het schijnt zo te zijn dat je daarvan kan afvallen als je het na je laatste maaltijd drinkt. Ik had een artikel gelezen met precies hetzelfde, maar dan niet melk, maar dan in heet water, een soort theetje van maken. Nou, ik vind dat niet zo lekker, dus ik gebruik gewoon melk. En van kaneel gaat je bloed samen met honing trouwens sneller stromen. En waardoor het eten ook sneller verteert en vet de kans niet krijgt om echt vet te worden. Dus het helpt gewoon het eten gewoon te verteren. En de stoelgang en weet ik veel allemaal. Ik drink dit best wel lang
En ik ben best wel iemand die best veel eet, hoor. Daar niet van, vind ik zelf. Meer als vroeger. Ik ontbijt gewoon veel beter als dat ik vroeger deed. Vroeger ontbeet ik gewoon niet. En ging ik 's middags gewoon iets tussendoor. Een koekje pakken of soms fruit. Maar ik ontbeet gewoon niet. En dan tegen de avond ging ik dan echt zo'n grote bord warm eten nemen. En ik at, ik eet sinds kort ook, of ja kort, sinds een jaar of meer, echt alleen bruin brood, vaak. Ik haal bijna altijd bruin brood, volkoren, tarwe, noem maar op, behalve wit. En dat deed ik vroeger dus niet en er schijnt ook meer calorieën in te zitten. Dat wist ik niet, daar kom ik vandaag pas achter. Ik ging uitzoeken hoeveel calorieën er in een sneetje zitten. En er schijnt in wit brood veel minder calorieën in te zitten. Ook al is dat minder gezond. Dus ja, misschien ben ik wel van de brood, van bruin brood aangekomen. Vind ik dan ook niet erg. Ik eet dan gewoon gezonder. En ik moet daar gewoon minder van eten. Ik neem dan 4 sneetjes in de ochtend. En 's middags ga ik dan tussendoortjes zitten zoeken. En als ik bananen heb die niet meer groen zijn. Ik hou echt van gele bananen en ook niet bruin zijn. Dan eet ik daar ook gewoon 1-2 van. Soms als ik honger heb. Tussendoor. En dan voor het avondeten. En met avondeten eet ik gewoon goed. Extra goed. Wat een normale maaltijd hier in Nederland is, daar eet ik gewoon 2 van. En dat vind ik dan een normale maaltijd. Als mijn bord helemaal zo bomvol zit, dan vind ik dat een normaal maaltijd. Ik kan zo niet bedenken waar ik de afgelopen 1,5 jaar, 2 jaar van ben aangekomen. Ook minder bewegen, wat ik eerst wel veel deed. Ik ben benieuwd. Ik ben nog steeds helemaal niet op de weegschaal geweest. En ik woog 70, 69,5 of zo. Dus ik ben benieuwd als ik binnenkort op de weegschaal ga. Of er überhaupt verschil in is gekomen van de zomervakantie. En nog steeds zomervakantie. Ik doe nog meer als wat ik in de winter doe. Ik ga iedere dag naar buiten en ik beweeg iedere dag buiten. Je loopt, weet ik veel, ik heb een step gehaald. Ik ben echt benieuwd wat het allemaal voor verschil gaat maken. Dus ik drink mijn melk met honing en kaneel op. En dan ga ik even kijken wat ik allemaal nog moet doen. En dan heerlijk naar bed. En morgen weer een dag